bovenop de berg. Ja, daar staat een kleine dwerg. Hij vraagt zich af, hoe kom ik daar nu heen? Ben ik bij haar, zal ik het wagen. En haar om haar handje vragen. Zegt ze ja, dan trouwen wij meteen. Als ik eens hier kom. Ja, we blijven toch nog heel even in die sfeer van carnaval. We konden het niet laten van Focus TV. Vandaag de halfvaste optocht in Angerlo 2012. En kijk eens wat een rij. We gaan nog één keer dunnetjes overdoen. Niet begonnen, althans we rijden niet, maar hier begint het feestje al lekker. We gaan eens even erop, kom. We komen er eens even bij. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, het is weer carnaval, hè? Toch weer een beetje. Ja, zeker. We gaan er weer lekker tegenaan vandaag, hè? Ja? Want hoe heb jij carnaval dit jaar beleefd? Ja, geweldig. Ja, altijd, hè? Prachtig. In Lol, hè? 3 dagen. 3 dagen? Zeker. Ja, en vandaag halfvaste optocht. Wat is het eigenlijk, halfvaste? Ja, dat is lastig. Dat is lastig te opschrijven, denk ik, hè? Ja, zoiets, ja. Maar we doen gewoon dunnetjes over. We doen gewoon dunnetjes over, toch? Ja, zeker. Zeker. En de wagens zien er weer fantastisch uit, ook hier in Angerlo. We gaan eens even binnenkijken hier bij die mensen. Hallo. Wat een herrie, dames. Ja, hè? Vreselijk. We gaan nog één keer dunnetjes over doen, toch? Carnaval. Ja, ja. Ja, carnaval goed doorgekomen? Ja, hoor. Ik leef nog. Ja, weet je nog wel iets van? Nee. Nou, dat is carnaval. Hey, veel plezier, hè? Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. En het moest er even uit, hè? Ja, was even nodig, hè? Niet gefilmd, hoor. Nee, tuurlijk niet, tuurlijk niet. We kijken nu exclusief even terug naar de beelden. Hey, meisje ver. Hey, de bus met plassen. Ja, jullie zijn lekker bezig, jullie zijn lekker bezig. Half vaste optocht hier in Angerlo. Wat is een half vaste optocht? Top, hè? De topwagens uit de hele regio, hè? En waar komen die allemaal vandaan? Ja, hoofdzakelijk in Nieuwdijk en Lol. Die dam, Nieuwdijk en Lol. Ja? Hoofdzakelijk. Want hoe heb jij carnaval beleefd de afgelopen dagen toen? In Lol. Ja? In Lol, zoals altijd. Was het leuk? Had je veel lol? Ja, veel lol. Ja. En wat is jouw wagen nou? Deze. Oh, hierachter. Ja. En wat is het? Dit is de Soul Train. Oh. Ja, nu je het zegt. Dus alles klopt, de pakken, de muziek, de wagen. De Soul Train. Ja. Hey, veel plezier hè, vandaag. Ja. Jullie ook hè. Ja, dankjewel. Naast mij staat Wim Hermans. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en ja. U houdt de boel een beetje in het gareel? Nou, ik ben mede-organisator van het halfvaste weekend. Ja, wat halfvaste weekend? Halfvaste, wat is dat eigenlijk? Nou, halfvaste, ja, in carnavalskringen is het na carnaval. Het is 6 weken dat je niks mag doen. Geen biertje drinken, geen hapje doen. En u houdt zich daar natuurlijk aan, hè? Ik hou ons daar aan. Ja, maar je kan mensen niet 6 weken... geheel laten onthouden met bier. Dus we hebben dat teruggebracht naar 3 weken. Dus dat, het woord half vaste zeg het dan al, hè? Half vaste. Ja, en het is toch echt een traditie ook elk jaar weer hier in Angerlo, hè? Hoe vaak is het al gedaan? Dit is voor de 13e keer is dat gedaan. Wij zijn 13 jaar geleden gestart. We hebben in de keuken mogen kijken in het dorpje Zeeland. Daar wordt het al 44 jaar georganiseerd. En we hebben het draaiboek meegenomen 13 jaar geleden. Nou, u ziet het resultaat. Ja. Ja. Mensen genieten van het carnaval, het weer speelt mee, dus wat wil je nog meer? Ja, u zegt Angerlo, Zeeland. Waar nog meer in Nederland dan? Of is het toch vrij uniek iets? Dit is echt wel uniek en zeer zeker in de provincie Gelderland. Ik denk dat het mooiste, langste
Ja, en de schitterendste opstok is van, ik mag wel zeggen, van Nederland. Ja, en hoeveel wagens doen er nou totaal mee? Heeft u enig idee? Nou, we zijn heel selectief geweest. Je kan niet alle wagens mee laten doen. Dus we hebben echt een keus moeten maken. We hebben echt op kwaliteit hebben geselecteerd. En op dit moment doen er 50 wagens mee. En wie is nou een grote kanshebber in uw ogen? Nou, het zijn allemaal kanshebbers. Maar het gaat helemaal niet om het winnen. Het gaat erom dat ze mensen plezier hebben en dat ze mee mogen doen. En daar draait alles om. Even weer terug in de sfeer van het carnaval. Precies. Even terug in de sfeer van het carnaval. Ja, geniet ervan. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Is het haast denken na zoveel dagen carnaval, vorige maand, de mensen zijn er klaar mee. Maar zijn ze ook klaar mee? We gaan het even vragen. Kijk. Goedemiddag. Hallo. Ben je er al klaar mee met carnaval? Ja, ik wel. Ja? Helemaal gehad? Ja. Maar toch sta je weer hier, hè, in Angelo. Ja, even kijken, ideeën doen op volgend jaar. Kleine dingen, maar je ziet boottechnieken. Ja, ideeën opdoen voor volgend jaar. Maak je zelf ook wagens? Ja. Wij zijn nu met de carnavalsgroep. Ja. We bouwen zelf ook wagen. En wat is nou jouw wagen? Welke wagens van jullie? Nou, wij lopen hier niet mee. Waar dan wel? In Aard, Babberich en Beek. En mogen jullie dan hier niet meedoen of hoe zit dat? Dat mag wel, maar we hebben geen onderdak voor de wagen. Als je hem naar buiten laat staan met papier mache, dan gaat het niet goed. Nee, dat houdt niet vol. Nee. Nou, ik zou zeggen, geniet er nog even van. De laatste keer carnaval even dunnetjes overdoen. Ja, precies ja. Prima. Veel plezier. Dankjewel. Goedemorgen. Wij willen wat bestellen. Doet hij mij maar zo'n lekkere natte koude rakker. Ik zeg proost. Kom, laat ons proosten in de kantine. Trek aan de bel, leven de lol. De glazen klinken, 7 dagen drinken. Met z'n allen, lekker aan de rol. De feestartiesten, hey! De feestartiesten, hey! De feestartiesten kunnen een feestje bouwen. Hey! Een zomer lang, op een terrasje. Met slippers aan, ja. Zomer op het plein. Wie met een rietje? Een vrolijk liedje over Snappie of een lief klein konijn. De feestartiesten, hey! De feestartiesten, hey! De feestartiesten kunnen een feestje bouwen. Leven in de brouwerij. Wie zet carnaval nou eigenlijk op zijn kop? Nou, deze heren doen het, hè? Ja, wij doen het, ja. Al jaren. En elke keer ook hetzelfde pak? Steeds wat anders. Het is zo, hier loopt samen 150 jaar op straat. Ik ben 76 en mijn vrouw is 74. En hoe lang doet u al mee? Hoeveel jaar? Hier al voor de 13e keer en we hebben al 40 jaar carnavalsoptocht. Altijd wat anders. Wordt u daar nog niet een keertje moe van, de carnaval? Helemaal niet. Helemaal niet. Veel plezier. Jo. De wereld is een gekkenhuis en met carnaval is alles pluis. Absoluut, helemaal waar. Ja, super ja. Hè? Heb je een beetje naar je zin? Super, en Angelo is altijd helemaal geweldig. Ja, wat is het nou voor een wagen? Wij zijn kleine loopgroepen en wij komen uit Beuningen. Uit Beuningen. Nou, geweldige wagen. Denken jullie dat je gaat winnen? Dat weet je nooit, hè? Maar plezier is voorop, hè? Absoluut, maar in eerste plaats, wie weet, toch? Wie weet, we zullen dit zien straks. Veel plezier. Dankjewel. Is dit een eerste optocht? Dit is, nee, in Ulft hebben wij meegedaan. En ik heb een broer die ook hier in de Angelo woont. Ja. En die zegt, jij moet de laatste wagen bij ons zijn. En zodoende hebben we dat gedaan dus. En trekt dit nou veel bekijks, denk ik wel, hè? Ja, je hebt enorm. En kinderen ook, geweldig. Ja, ja. Leuk. Ik ga toch even aaien, hoor. Hij is echt... Ja, wat een lief beest, hè? In het hutje, hutje, hutje op de hei. Komt de Polonaise weer een keer voorbij. We maken nog een rondje, we zijn van de partij. In het hi-ha, hi-ha, hutje op de hei. Bij ons in de buurt, daar is een fijn café. Het heet het hutje op de hei, de sfeer is er oké. Een lekker feestje bouwen, dat gaat daar met gemak. En hossen we door het hutje, gaan de pannen van het dak. In het hutje, hutje, hutje op de hei. Komt de Polonaise wel 20 keer voorbij. We maken nog een rondje, we zijn van de partij. Handjes op de schouders in het hutje op de hei. In het hutje, hutje, hutje op de hei. Komt de Polonaise weer een keer voorbij. We maken nog een rondje, we zijn van de partij. In het hi-ha-hi-ha, hutje op de hei. En de wagens die vliegen ons om de oren. En mevrouw, wat vindt u ervan? Leuk.
Ja, vindt u, wat heeft u met carnaval? Wat vindt u daar zo mooi aan? Dat het leuk is. Dat is leuk, ja. De muziek staat toch knoepershard? Ja, wacht er hinder. Nee, leuk. Dat is niet erg. Nee. Wat heb jij met carnaval? Ja, ik vind het gewoon gezellig. Ja? Ja. Omschrijf carnaval dus in 3 woorden. Ja, dat is niet in 3 woorden uit te zeggen. Het is eentje dan. Het is geweldig. Zijn er 2, hè? Sorry? Zijn er 2. Maar het is echt gezellig. Nee, maar wat vind je van de wagens die allemaal hier voorbij komen? Heb je al een mooie gezien? Hele mooie wagens, zeg maar. Ja, serieus. Welke vind je nou het mooist? Ja, dat weet ik niet. Ze zijn nog niet allemaal geweest. Nee, maar als je hier staat bij de bar, dan kun je er ook niks van zien. Nee, nou, ik zie het wel, hoor. Zeker. Ja, oké. Okay. Ja. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Hier, bier. Dit is toch eeuwig zonde, Matthijs? Dit doe je toch niet? Mensen zien er altijd geweldig uit met carnaval. Daarom is carnaval zo leuk. Loop even aan deze kant. En jij ziet er ook geweldig uit. Ja, dank je. En hoe ben je verkleed? Als ruimtewezen. Ruimtewezen? Want heb jij iets met ruimte? Nee, de wagen. De wagen. Mooie wagen, hoor. Dank u. Ja, ze lopen naar de tap toe en ze drinken er ook eentje. Ja, ja. Het feest gaat los. Kijk maar eens verder hoe het verder gaat. Tot kijk en tot volgend jaar. Bye! Zoals je kunt zien, de straat is helemaal leeg. Alle wagens zijn gepasseerd. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de carnavalsoptocht 2012. Hier vanuit Angerlo. Graag tot volgend jaar en godgang. Dag! Bovenop de berg, ja daar staat een kleine berg. Hij vraagt zich af, hoe kom ik daar?